Dit is het hek van de Bully Farm. The gateway to death noemen ze dat ook wel. Ze begraven lichamen in verschillende typen grond. Ze leggen lichamen in auto's of in kofferbakken of in de bomen of op planken. Hoe kun je zien hoe laat iemand vermoord is? De Universiteit van Nederland presenteert forensisch biofysicus professor Dr. Maurice Alders. Dankjewel. Het was maart 2010. Toen werd er in een auto het lichaam van een vrouw aangetroffen. De vrouw was nog enigszins warm. Dat is al een begin. En er waren wat bloedsporen die werden aangetroffen. In de kelder van haar vriend werden ook bloedsporen aangetroffen. Er werden kleine drupjes aangetroffen. En in het huis van de vriend werden de haren van de vrouw plus ook bloedsporen aangetroffen. Dat zijn natuurlijk hele mooie stukken van overtuiging of bewijsstukken. Bloed kunnen we ontzettend veel informatie uithalen. We kunnen DNA-profielen bepalen. Wie was de oorspronkelijke donor van dat bloed? Er zijn haren gevonden, dus dat kunnen we matchen aan mensen. Maar toch hebben die sporen heel weinig forensische waarde. En weet iemand hoe dat zou komen? Wat mist hier eigenlijk? Tijd. De factor tijd, ja. Als wij sporen vinden en die gaan we analyseren, dan krijgen we allemaal kleine beetjes informatie. We weten dat iemand in die auto is geweest. We weten dat iemand daar bloed heeft achtergelaten, dus iemand moet gebloed hebben. Er liggen haren van die vrouw in het huis van die meneer. Dat is ook niet zo gek, omdat ze een relatie hadden. Er ligt ook bloed van die mevrouw. Kan, want bij een bloedneus bijvoorbeeld. Er ligt ook bloed van die meneer waarschijnlijk, want die staat zich te scheren voor de spiegel. En er ligt bloed in de kelderbox. Oh, sorry. Maar wat daar mist, eigenlijk hebben die sporen heel weinig forensische waarde. Omdat die niet op die tijdlijn gezet kunnen worden. Dus als ik een bloedspatter aantref ergens, dan kan ik daar ontzettend veel uithalen. Maar als ik dat niet kan relateren aan het delict, of als ik ook niet weet wanneer dat delict gebeurd is, dan kan ik daar heel weinig uithalen. De verdachte zal dan altijd zeggen, natuurlijk is dat mijn bloed, want ik had een bloedneus op dat moment. Dus die factor tijd is essentieel. En eigenlijk is het heel gek dat er heel weinig technieken zijn waarmee we tijdsinformatie uit sporen kunnen halen. We kunnen heel goed bijvoorbeeld verf analyseren, dus dat bepaalde type verf bij een bepaalde auto hoort. We kunnen heel goed DNA-analyses doen. Daarmee kan ik laten zien dat die bloedvlek van die bepaalde donor is geweest. En dat is sporenanalyse op bronniveau. Dus ik kan de bronnen bepalen eigenlijk. Maar dat zegt nog niet veel als we dat niet op een tijdlijn kunnen zetten. Wat veel belangrijker is en waar we steeds meer naartoe gaan, is sporenanalyse op activiteitenniveau. Dus informatie zoeken hoe dat spoor daar gekomen kan zijn. Of aan de ouderdom van sporen vinden, als we een soort vervalproces meten, hoe of wanneer dat spoor op een bepaalde plek is gekomen. Dat geeft veel meer informatie. Dan kan je dus al die gebeurtenissen op een tijdslijn zetten en dan kan je het plaatje of je scenario kan je rondmaken. Dat is eigenlijk de wetenschap waar ik mee bezig ben. Dus dat is de heilige graal, noem ik het maar even. De hele belangrijke richting in de wetenschap. En als biofysicus hou ik mij natuurlijk vooral bezig met biologisch materiaal. Afbraak van biologische sporen. Afbraak van mensen. En of we daar informatie uit kunnen halen waarmee we de tijd van depositie, de tijd van wanneer dat op een plaats delict is gekomen, kunnen bepalen. Nou, als we hier kijken, bijvoorbeeld, zijn er een aantal sporen op de plaats delict. We hebben deze meneer. Die kunnen we gaan onderzoeken. Kunnen we aan kenmerken? Kunnen we daaraan zien wanneer iemand is overleden? Er zijn ook wat biologische sporen, die wijn bijvoorbeeld. Is daar een bepaald afbraakproces in wijn? Nou, we weten allemaal dat wijn niet lekker smaakt na een bepaalde tijd. Dus daar is een omzetting, een oxidatie waarschijnlijk van die wijn gaande. Kunnen we dat meten en kunnen we daar een bepaalde dateringstechniek uithalen? Dus op die manier kijken we eigenlijk naar die plaats delict. Taphonomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de overgang van de levende toestand naar de dode toestand. Dus vlak voor je dood, het doodgaan zelf, wat vaak een soort vage grens is, want wanneer ben je echt dood, naar al die processen daarna. En we kijken heel goed naar die taphonomische processen om te zien of daar dingen in zitten die we kunnen gebruiken voor een datering. Nou, in Amerika doen ze daar ook al vrij lang, waren eigenlijk de eerste, waren echt pioniers
in het onderzoek naar tafonomie, naar het ontbinden. En dat doen ze in Knoxville in Amerika, in de Body Farm heet dat. De Body Farm is natuurlijk een unieke locatie. Dit is het hek van de Body Farm. The Gateway to Death noemen ze dat ook wel. Het is natuurlijk ontzettend intrigerend. En daar onderzoeken ze lichamen. En de slide hierna geeft ons een kijkje in de achtertuin. Ze kijken naar die lichamen en ze kijken hoe die lichamen onder verschillende omstandigheden vergaan. Ze begraven lichamen in verschillende typen grond. Ze leggen lichamen in auto's of in kofferbakken of in de bomen of op planken of onder verschillende omstandigheden. En ze kijken dan gewoon naar hoe die processen, die ontbindingsprocessen, gaan en of ze die kunnen gebruiken voor een datering. En dat is de tafonomie, dat is de Body Farm in Amerika. Eigenlijk is de vraag dan, welke fase lopen we af? Dus ik neem jullie mee in het ontbinden van lichamen. Welke fasen zijn er? Nou, als eerste worden we een beetje bleek. Dat is de microcirculatie, het bloed trekt wat weg uit onze huid, dus we worden bleek. Dat is de pallor mortis fase. Wat is er nog meer? Wat verandert er nog meer en wat we kunnen gebruiken voor een datering? Dus de temperatuur is een hele belangrijke, ja. Nou, temperatuur is iets wat eigenlijk het meest wordt gebruikt om het tijdstip van overlijden te bepalen. Nou, we hebben een filmpje, eigenlijk een uniek filmpje voor het afkoelen, waarin we een afkoelen van een lichaam laten zien. Dat hebben we gemeten in het mortuarium. Eigenlijk is dit echt een uniek filmpje. Dat is eigenlijk nergens te vinden. We hebben in het mortuarium gekeken hoe een lichaam afkoelt en of we die processen konden modelleren met fysische modellen. Dus dit is een lichaam die ligt in de koelcel van 4 tot 6 graden. Hij gaat daar nog warm in. Dus, en de kleuren geven een indicatie van de temperatuur. Dus rood is ongeveer 37 graden. En dan koelt het heel langzaam af naar blauw en dat wordt dus steeds kouder. Daar zit een soort modulatie op. Dus we zien telkens alsof er een soort ademhaling is. Dat is natuurlijk niet zo, want deze meneer was wel degelijk dood. Maar dat is het aan- en uitgaan van de koeling. Dus als die koeling 4 graden is, dan gaat hij even uit. Totdat het 6 graden is, dan gaat die koeling weer aan. Dus die afkoeling van het lichaam verloopt een beetje stapsgewijs. Nou, daar zitten allemaal pleistertjes. Dat zijn temperatuursensoren. En op die manier hebben we dus gekeken of we konden voorspellen hoe snel een bepaald lichaam met bepaalde afmetingen af ging koelen. En of we dat beter konden doen als de bestaande methode. Want de bestaande methode is niet zoals we heel vaak op CSI zien. Daar komt eigenlijk de schouwarts komt aan. Die pakt een vleesthermometer en die duwt die dan in het lichaam, in de lever, om de kerntemperatuur te bepalen. Dat is natuurlijk niet zo. Die zegt, nou, 16 graden, met de vuistregel van een graad per uur is die zo 20 uur dood. Dus dat is niet zo. Wat nu wordt gebruikt is de methode van Hentje. Het nomogram van Hentje. Al heel vroeg, zelfs voor de tijd van Sherlock Holmes, werd de afkoeling van lichamen gemeten. En het blijkt dat een afkoeling van een lichaam een plateau heeft en dan een soort exponentiële afname, Newtoniaans afkoelen. Nou, er zijn allerlei modellen voor gemaakt, maar men had geen computers. Dus men moest een makkelijke methode hebben die het snel kon toepassen op de plaats delict. En dat is het nomogram van Hentje, wat eigenlijk nog steeds gebruikt wordt om een indicatie te krijgen van het tijdstip van overlijden. Nou, hoe werkt dit? De rectale temperatuur wordt gemeten bij de overledene. En de omgevingstemperatuur wordt natuurlijk gemeten. En dan wordt er een lijn getrokken tussen die getallen. Dat is deze lijn. Nou, deze lijn staat er al in, dus die geeft een kruispunt. Dan trekken we een lijn vanuit deze cirkel door dat kruispunt. Het is echt een ambacht, een soort kunst. En dan komen we hieruit op deze schaal. Nou, dan kijken we naar het gewicht van de overledene. Want hoe zwaarder iemand is, hoe langzamer die afkoelt natuurlijk. En dat gewicht, daar staat hier een schaal van. Dus stel dat iemand 80 kilo is geweest, dan gaan we hier naar boven en dan komen we op dit punt uit. En hier staat het tijdstip, of eigenlijk hoe lang iemand dood is. Door de omgevingstemperatuur te meten, de rectale temperatuur, krijg je dus een indicatie over hoe lang iemand dood is. Nou, wat gaat hier nou mis? Ten eerste kan iemand kleding aan hebben of onder een dekbed liggen of in het water liggen. En dan heb je weer een andere tabel. Dus degene die bepaling doet, die moet dan zeggen, nou, als hij onder een dekbed ligt, dan doe ik zijn gewicht maal 1,2, want hij zal wel langzaam afkoelen en dan kom ik dus hier terecht. Dus dat is een menselijke inschatting. Ik kan nooit voor al die situaties
corrigeren. Iets anders wat misgaat is eigenlijk dat de vorm van de persoon er helemaal niet in zit. Dus iemand die 120 kilo is en 1,50 meter, die lijkt voor een fysicus veel meer op een mooie bol dan iemand die 120 kilo is en 2,5 meter. Dat is een smalle cilinder, dus die zal heel anders afkoelen. En dat zit hier ook niet in. Nou, wij zijn een aantal jaren geleden begonnen dus met het kijken naar lichamen en hoe ze dan afkoelen. En we hebben het probleem iets anders aangepakt. Ik ben fysicus van oorsprong, dus we gebruiken fysische wetten om die afkoeling te beschrijven. Nou zijn er hele mooie formules voor het afkoelen van een bol en van een cilinder, maar natuurlijk niet voor het afkoelen van een lichaam. Dat is een ontzettend complex probleem. Het lichaam kan in allerlei houdingen liggen. De warmte van de arm beïnvloedt de afkoeling van het hoofd, dat soort zaken. Dus eigenlijk is de afkoeling van een lichaam niet analytisch op te lossen. Dat is lastig. Het is ook een groot probleem. Dus wat wij dan doen typisch, is wij breken dat grote probleem helemaal af en we maken er heel veel kleine probleempjes van die we wel kunnen oplossen. Dus dat hele complexe lichaam, dat maken we hele kleine blokjes van, volume-elementjes. En dan gaan we kijken, sommige volume-elementjes zeggen we, nou, dat is weefsel van die temperatuur. Sommige volume-elementjes wat ernaast ligt is bijvoorbeeld lucht van die temperatuur. En dan kijken we naar hoe goed dit elementje warmte uitwisselt met dat elementje. Dus wat we doen, we maken een 3D-schets van een plaats delict. Dat delen we helemaal op in hele kleine volume-elementjes, waarvan we de thermische eigenschappen kennen en de temperatuur. En dan gaan we zeggen, nou, over 1 seconde, wat zal de temperatuur van die blokjes dan worden? Dus dan pakken we het eerste blokje, zeggen we, nou, die wisselt zoveel uit, warmte uit met zijn buurblokjes. En dan gaan we naar het tweede blokje. Op die manier kan je dus een hele complexe situatie, inclusief grond en voorwerpen eromheen, kan je dus laten afkoelen. Dan ga je een seconde verder en dan nog een seconde verder en nog een seconde. En op die manier kan je dus een, dat noemen we finite element modeling of finite difference modeling. Dus op die manier hebben we een model gemaakt waar we dat allemaal kunnen doen. Nou, dat is een voorbeeld van de nieuwe technieken. We hebben natuurlijk supercomputers, dat was toen nog niet zo. En nu kunnen we dus die eindeloze rekenpartijen in een relatief korte tijd doen. Dus dat is temperatuur meten. En wat komt er na de temperatuur? Daar hebben we ook een slide van, dat is ook al eerder genoemd. Daar komen de lijkvlekken. Dus het bloed zakt naar beneden door de zwaartekracht. En vaak zie je dan al de voorwerpen waar zo'n lichaam op heeft gelegen. Of je ziet al de houding waarin zo'n lichaam lag. En dat is eigenlijk een van de eerste fasen die gaan komen. De livor mortis. En dat zet in ongeveer 20 tot 2 uur na de dood. En dan is de schatting, en dat hangt natuurlijk heel erg af van afmetingen van het lichaam en de temperatuur bijvoorbeeld, dat na een uur of 10 vaststaat. Dus dan zijn die rode vlekken niet meer te verplaatsen. Dus als een lichaam ergens in die tijd heeft gelegen, dan zie je precies de afdruk van allerlei vouwen en dingen in de grond. Als die dan verplaatst wordt, dan blijf je die afdrukken zien. Dus op die manier kan je zien of een lichaam verplaatst is. Maar dat die livor mortis, die lijkvlekken, die wanneer die ontstaan, dat hangt heel erg af van de temperatuur van de samenstelling van een lichaam. Dus niet goed te gebruiken voor een tijdstip van overlijdenbepaling. Nou, de volgende is eigenlijk de rigor mortis. En daar ziet u ook een voorbeeld van. Een lichaam wat in een houding is blijven steken. Dat begint een beetje 3 tot 4 uur na het overlijden. Ook weer afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Dan heb je volledige rigor. Dus echt een enorme lijkstijfheid. Ongeveer 12 uur is een vuistregel. Maar ook dat hangt natuurlijk van een hoop omstandigheden af. En na ongeveer 36 uur wordt zo'n lichaam weer slap. Dus dat geeft een bepaalde indicatie van een tijdstip van overlijden. Maar het is niet absoluut, het geeft een hele ruime marge weer. En dit is echt heel erg stijf. Je kan die armen en benen nauwelijks meer bewegen. Dus dit is echt krankzinnig. Nou, daarna wordt het wat onsmakelijker. Er zitten natuurlijk heel veel bacteriën en dat soort zaken in ons lichaam. Die gaan allerlei gas produceren, dus het lichaam zwelt op. Dat is bloating. Nou, daar zie je hier een voorbeeld van. Er zit heel veel gas in. Het lichaam vervalt eigenlijk verder. En dat gaat door totdat het vlees ervan af gaat vallen. Het weefsel van de botten af gaat vallen. Eerst de huid, nagels, dat soort zaken. Dan valt het weefsel van ons botten af. En dan hou je dus een skelet over. Nou, als we even naar de plaats delict hier kijken. Ja, dit slachtoffer is natuurlijk vrij lijkstijf. Dus dat is de eerste van de analyses die we op los gaan laten. Het is ongeveer, denk ik, 1 uur of 12 geleden. Hij voelde koud aan. 12 tot 24 geleden dat hij is overleden. En iets nauwkeuriger kan ik er niet van zeggen natuurlijk.
Dus even nog samenvattend. Tijdsbepaling en het analyseren van sporen op activiteitsniveau, dat is nu de heilige graal en een heel enorm belangrijke onderzoeksrichting die we hebben in het forensisch onderzoek. Dat zal ook steeds nauwkeuriger kunnen. We gaan ook naar het verval kijken, bijvoorbeeld van allerlei eiwitten in de hersens. Dat is een mooi afgesloten ruimte. En dat die eiwitten die vervallen ook op een bepaalde manier. Daar zijn we nu allemaal aan het meten hoe dat gaat. Dus we komen met steeds meer manieren om dat tijdstip van overlijden beter te schatten. En dat is ook nu de heilige graal. En in het volgende college ga ik u vertellen welk verhaal die bloedspatten allemaal kunnen vertellen. Er zit een heel verhaal in. Als je daar op een bepaalde manier naar kijkt, dan kan je daar al heel veel van de gebeurtenissen op activiteitsniveau uithalen. Dank u wel.